100 jaar. En die hebben toen, omdat het 50 jaar bevrijding was, hebben ze het bruggetje gegeven. Omdat ze wat makkelijker bij het monument konden komen. Ja. En dan hebben ze het daarna ieder jaar neergelegd. Ja, precies. En op 6, 7 mei hebben ze het weer teruggehaald. Het is 18 jaar in dienst geweest. Ja, hij heeft goed dienst gedaan wat dat betreft. Zeker. Op een heel belangrijk moment natuurlijk. Elk jaar. Ja, en het is heel lang in de pen geweest natuurlijk dat er een nieuw bruggetje zou komen. Ja. Want in 96 toen waren er al bezwaren van de buurt die aan dat parkje ligt. Van mensen die daar woonden, die zeiden van nou dat willen we niet, want daar komt er allerlei zondagavond en zaterdagavond allerlei tuig langs onze huizen. Ja, dat was het grootste bezwaar. Dat was het bezwaar. Mensen die wat angstig zijn voor vandalisme. Ja. Maar goed, dan kunnen we niets meer doen bij wijze van spreken. Nee. Ik denk dat het al met al wel meevalt. Maar goed, je kunt het nooit natuurlijk 100% voorkomen. Maar ik weet wel, ik weet niet wie toen wethouder was, maar die heeft toen in de krant geschreven. Of die heeft mij verteld en zegt nou dat die procedure die we in gang moeten zetten om die bezwaren opzij te schuiven, dat duurt jaren. Nou, daar zit wel een kern van waarheid in. Dat klopt. Daar waren ze eigenlijk zeiden, nou dat duurt zo lang, dat kunnen we eigenlijk nog niet. Dat klopt. Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden. Ja, precies. Ja. En dat is altijd een langdurige kwestie, zeker als mensen bezwaren maken. Nou, we hebben nu toch gezegd, we gaan die procedure gaan we in. Toch, is toch. Ja, dus we hebben de procedure van begin af aan doorlopen. Ja. Met volledige inspraak natuurlijk. Ja, zo. Ja, dat klopt het ook wel. Dat zou duren. Want hij verzag toen ook, ik weet niet hoeveel jaar. Ja, dat klopt. Het is het toch wel. Ja, het is toch uiteindelijk rondgekomen. Er is een goed overleg geweest met de bewoners. We zijn het er niet mee eens. Of tenminste, een aantal bewoners is het niet mee eens. Dat kan, maar we hebben steeds wel heel goed contact gehad. Ja, precies. En erover gesproken. Ja.